Hey, goedemorgen. Ik hoop dat je een hele lekkere dag hebt. We zijn zo aan het genieten van dit weer. Echt. Oh, echt. Het is dus vandaag zondag. En ik had het al, de hele week zag ik het al op de app dat het vandaag super lekker weer werd. Maar echt, ik heb hier een sjaal aan, maar dat is gewoon voor de show. Ik heb hunterboots aan, omdat ik dacht we gaan een herfstwandeling maken. Maar dat is ook voor de show. Want kijk dan, het is echt bijna een lentedag. Hij ziet het nu niet. Oh jawel, kijk. Kijk eens hoe mooi. Echt zo'n... Oh, en dan vooral nu met die herfstboom zo. Echt zo'n crisp blue sky. Echt zo'n fall sky. Zo herfstig lekker. Zo'n hele helder blauwe strakke lucht. Oh, heerlijk. Maar dat de bomen dus nog heel groen zijn. Want ik wil dus een herfstwandeling maken. Oh kijk, daar begint het al wel een beetje de herfst. Gaat er inkruipen. Ik had eigenlijk gehoopt dat er al iets meer echte herfstbomen zouden zijn. Dat valt dus heel erg mee. Het voelt echt een beetje als lente. Ja, dan heb je mij weer. Ik heb natuurlijk nu heel veel zin in de lente. Wie niet? Als je dan dit voelt. Stel je eens voor dat er nu... Hans staat hier, dat je niet denkt, praat staat tegen een boom. Hans is er ook. Ik ben een herfstwandeling aan het doen met Charlie en Hans. Maar stel je nu eens voor dat hierna nu de zomer komt. Dan geniet je hier al gelijk veel meer van. Ja, dat kan zien. De hele middag met mijn moeder even lekker in de tuin gezeten. Het is echt zo genieten. Kijk dan die zon. Ik voel ook helemaal mijn gezicht helemaal warm worden. Je voelt eigenlijk helemaal geen vest nodig hebt of geen trui of wat dan ook. Echt heerlijk. En dan is het zondag. Dat maakt het extra lekker. Dus je weet dat je helemaal niks hoeft. Helemaal niks. Nog lekker even een dagje weekend en zo. En dan is mijn allerleukste familietje is ook mee. De lieve Charlie en de lieve leuke Hans. Ik ben zo blij dat zij mijn familietje zijn. Als ze daar dan zo lopen, dan denk ik echt, oh, ik ben zo trots op ze. Dat is mijn familietje. Dat is mijn gezinnetje. Hey. Leukerts. Nou goed, maar we zijn dus een herfstwandeling aan het maken. Oh ja. Mocht je je afvragen waar heb je nu in één keer bos gevonden. Dit is dus het bos dicht bij het huis van mijn moeder. Daar zijn we op de terugweg langs even gestopt. En nu gaan we hier wandelen. Maar ik merk toch wel echt, ik vond de safari hartstikke leuk. Maar dit is toch echt wel heel veel leuker. Vooral nu in de herfst. Kom eens. Oh, wat een schatjes zijn het ook. Schiffra denkt nog steeds dat ze kan winnen van Charlie. Goed zo, Charlie. Oh, hij is niet hard en recht. Hij is hard, hè? Oké, nu ik. Nu jij. Wacht even. Zit. Ik houd Charlie wel vast. Je krijgt de voorsprong van de helft. Van de helft? Ja, je mag op tot de helft lopen. 3, 2, 1. Klaar voor de start. Af, ga maar. Oeh, wie gaat er eerder? Wie is er eerder? Wie is er eerder? Wow, en nu terug. Hans heeft de eerste gewonnen. Wow. Wow, tegelijkertijd. Wauw. Zullen we dit met z'n drie doen? Ik ga deze ergens neerzetten. Ja. Wow, Charlie. Ja. Ik was als eerste. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik was wel als eerste. Hij remt af voor de heg. En de eerste plaats gaat door Shifra. En de tweede plaats gaat naar Charlie. En de derde plaats gaat naar Hans. De poedelprijs. De poedelprijs. Wow. Hij is snel, man. Echt. Hij haalde eerst Hans in en bijna haalde hij mij in. Ik denk niet dat je dat kon zien op de camera. Maar echt bizar hoe hard hij kan rennen. Oh. Weet iemand wat dit is? Ik vind het er heel lekker uitzien. Het ziet er ook nog heel erg onrijp uit. Het is allemaal nog heel hard. Maar het is echt een hele, kijk dan, hele boom vol. Of een hele struik is het meer. Vol met allemaal van deze gele besjes. Het ziet er niet eetbaar uit. Het ziet er wel lekker uit. Ik voel me een beetje Eva die aan de verkeerde boom wil gaan, van de verkeerde vrucht wil gaan eten. Maar kijk dan, overal van die besjes. Het zit er helemaal vol van. Echt. Ik ben heel benieuwd of iemand weet wat het is.
En vooral of dat eetbaar is. Want anders kom ik hier, als het rijp is, met een mandje terug. Ik denk niet dat het eetbaar is. Ik herken het niet als een eetbare vrucht. Wow, zo. Het zit helemaal vol. Ik weet niet of je het kan zien, want er zit heel veel schaduw nu in de boom. Maar... ja, het is nog echt super hard ook. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het dus een beetje half open gemaakt, maar het ruikt dus wel echt heel lekker zoet. Nee, ik ga er niet van eten, no worries. Maar ik ben heel benieuwd wat het is. Het gaat dus om deze vrucht. Thanks alvast als je het weet. Er komt hier al heel lang niemand. Dus ik ben gewoon aan het doen alsof dit mijn achtertuin is. Dus ik ben ook echt lekker aan het zon hier. Maar echt, er komt hier echt helemaal niemand. Ik maak zelfs op Snapchat het grapje dat dit mijn achtertuin is. Ik dacht echt, oh, I only wish. Stel je eens voor dat dit dus je achtertuin is, hè. Er zijn gewoon mensen die dit als achtertuin hebben. Dat is toch bizar. Maar wat zou ik doen met deze achtertuin? Ik denk dat ik het wel veel zo groen zou laten. En ook veel zo bebost. Misschien dat ik ergens nog een zitje zou maken of zo. Maar ik zou het wel echt vooral zo groen en gras wel hebben. Willen houden. Het is wel leuk om erover te dromen. Maar oh, dit is echt super lekker. Zelfs echt een beetje half zomer, alsof je een zomerse avond hebt. Ook die zon is zo warm op het gezicht. Op mijn gezicht, op het gezicht. We zijn er weer. Oh, wat leuk. Ik was bij de rust. Ja. Voorbij de rust. Mama, spelen. Mama, spelen. Spelen. Dit is lekker, hè? Oh, en doen als je ogen dicht, dan stel je nou eens voor dat we in New York waren, in Central Park. Toen lagen we ook zo, 2 jaar geleden. Ah, oh, dit is lekker, hè? Heerlijk. Ik vind het gezellig om dit te doen. Ik vind het ook lekker. Toen was het wel meer herfst dan nu, voor mijn idee. Ja, dat heb ik ook het idee. Toen was het september, het was eerder. Het is eindelijk zover dat onze mooie notenplanken een plekje gaan krijgen in onze nieuwe badkamer. Alleen nog onze nieuwe oude badkamer, want hij is op zich... Oh, dit ziet er creepy uit. Dat heb ik onthoofd geworden. Een laser. Oké. Anyhow, dit is de hoogte waarop de eerste plank gaat komen. En dan hier staat een streepje voor de tweede en voor de derde plank. We gaan nu 3 planken ophangen. We hadden er al 3. En we hadden in ons vorige huis 2 opgehangen. Dat paste niet echt, maar hier hebben we wel de ruimte om 3 planken. Ik denk dat het heel vet gaat staan. Oh, dat is heel mooi. Ik heb er echt zo'n zin in. Ik hik er eigenlijk al een tijdje tegenaan omdat het best veel werk is. Voor ieder plankje moet je, ik geloof, moet je 8 gaten boren. En dan ook nog in de tegel. Dus moet je eerst heel langzaam door de tegel en dan door de muur. Er lopen hier ook leidingen achter, dus ik moet eerst controleren waar geen leidingen zitten. Dus eigenlijk is het best wel veel werk. Als ik het zo zeg, denk ik echt, shit, kan ik gewoon beneden naar dit en koffie gaan drinken. Maar nee, we gaan aan de slag. Ik stop jullie even in de GoPro, die is hier. En vanuit de GoPro gaan we naar het werk. Het is al 6:30 of 7:15. En Hans is boven bezig aan de badkamer. Maar ik wil eigenlijk verse broodjes bakken voor bij de pompoensoep. Want ik heb pompoensoep uit de vriezer. Dus dat is gewoon makkelijk in de pan. En ik heb echt heel veel zin om buttermilk biscuits te maken. Echt, die zijn zo ontzettend lekker. En het recept is zo ontzettend makkelijk. Dus ik wilde ze heel graag even snel maken. Maar Hans zei nee. Want ik ben heel erg moe. Dus Hans zei nee. Je moet lekker op de bank blijven zitten. Ik ben boven bezig. Jij gaat lekker op de bank zitten en niks doen. Maar ik zat op de bank en ja, ik heb heel veel zin in die broodjes. Dus terwijl Hans boven bezig is, hij is toch heel hard aan het boren, dat hoort hij toch niet. Ga ik toch eventjes snel buttermilk biscuits maken. Ik heb er zo'n zin in en het is zo makkelijk en lekker. En oh, verse broodjes op zondag, oh, dat hoort er toch gewoon bij. En ik bedoel,
Deze soep is nog steeds niet helemaal ontdooid. Ik zat al de hele dag te ontdooien, maar ik had hem misschien in de zon moeten zetten. Nou goed, ik ga snel biscuits maken. Wat is er? Wat vertrouwen je niet helemaal? Charlie doet iets grappigs. Ik wil dat fotograferen. Oh, ik zei tegen Hans, wil je even een flitser pakken, want Charlie doet iets grappigs. Ja, Charlie blaffen. Nou, maar jij weet dat wat grappig is. Dus. Oh schatje, met echt je mailhanden all over de camera. Nee, mijn camera vies. Moet dat nou? Sorry. Oh, ik heb hier wel lekkere broodjes van. Ik zei tegen Siva, nu ga je niks meer bakken hoor. Nu ga je gewoon met je billen op de bank even uitrusten jij. Oh, nou, veel plezier met flitsen. Ik ga weer naar boven. Oh, daar zitten ze in de oven. Lekker, lekker, lekker. Wait for it. It's a countdown. 11 minuten. Oh, dan hebben we lekker puddeskiet. Oh, ik ben net zo blij als jij, Charlie. Ik heb er ook zoveel zin in. Ja. Yeah. Heerlijk, buttermilk biscuits. Ja, ik ben ook zo blij mee. Het is zo leuk. Honden weten nooit waar je het over hebt. Maar je kan ze altijd blij maken. Oh, ik kan boos worden wat ik wil. Het feit dat je weer bent gaan bakken s'avonds. Maar oh, het is lekker. Zo lekker, die ben ik. En als laatste nog lekker even een shot dat we in de zon liggen. Die warme zon op ons gezicht. In het gras. Gras tussen je tenen. Een lekkere man tegen je aan. Oh shit, onze rust is verstoord. Geloof dat er iets van een bol of een beer aan kwam. Oké, ik moet rennen. Doeg!